Maar we kijken allemaal, maar we kijken allemaal naar haar. Ja, ja, exact. We willen safe. And if you want us. Haar, beter haar dan jou, hè? Ja, precies. Ja. Allemaal naar haar. Nee. Jouw. Dat is raar, maar want je hebt het over haar. Ja. Dan moet je die hele ding switchen. Met, haar, ja, haar. Dan moet je die hele track naar jou ja brengen. Dus weer van. Als je. Nee. Oh, je bent een sexy beest. Hoe je door de plek beweegt. En je doet je best niet eens. Nee, je doet. Die laatste moet je even goed. Goed hoor. Maar die één, snap je? Die ging nu in een snik, snap je? Nee, je doet je best niet eens. Ik zou je gewoon weer een keertje voor de verrassing weer even gewoon wat strakker willen horen, snap je? Ja. Dus gewoon recht, zeg. Ja, ja, ja. Nee, je doet je best niet eens. Fucking harde track, maar je kunt niet ontkennen dat we off-topic gaan. Als we van plan waren om een minder algemeen te schrijven. Dus je begon super on-topic. En ik vind het tweede gedeelte dat je nu hebt geschreven fucking hard. Snap je? Dus het is echt een hard, maar het is wel een track op zich, vind ik. Ik vind het een beetje een gemiste kans om nog meer onderscheidend te zijn in het onderwerp. Snap je? Ik vind het moeilijk om te zeggen omdat het hard is. Maar wat is dan het probleem? Het is niet algemeen genoeg of zo. Het is te algemeen. Algemeen is toch gewoon goed. Maar dan kan je toch steeds persoonlijk in die verses gaan? Nee, maar die hoek. Zeg maar, we beginnen. Het idee van de track is. Het is een chick en dan hebben we een beeld voor ons, toch? Het is een beeld van een chick. Kent er wel, gewoon die niet eens de beste. Dus het is geen hakken, ze gaat niet overdreven, meisje. Dat ik doen. Niet alles hoeft per se over één onderwerp te gaan in de tune. Als het nog steeds over liefde gaat, zoals dit, ja, dan gaan mensen het gewoon meezingen. Ik ben het niet mee eens, man, bro. Serieus, doe wat je wil, maar ik ben het niet mee eens, man. Dit is gewoon een ander ding, man. Weet je wel? Ik weet niet, man. Ik geloof heel erg gewoon in. Ja, maar bro, we doen het samen, snap je? Het is niet jij, toch? Het is niet de Ronnie. Ja, oké, okay, dat is het samen, dat toch? Dat is waar. Maar je vraagt wel Ronnie om het te schrijven. Dit is Ronnie. Maar Ronnie schrijven dit samen. Het is niet zo dat je alleen. Dat kan natuurlijk niet. Je kan niet alleen. Zo werkt het niet als je samen werkt. Wij zijn alle drie mensen die gewoon grenzen nodig hebben, weet je wel. Want we zijn alle drie baasjes, snap je? En hebben alle drie ons eigen plan. En zijn autonoom. Dus als we alle drie samen gaan werken met Ronnie, Julien en ik. Ja, dan moet ik wel even gewoon naar voren stappen en zeggen, jongen, dit gaat alleen maar werken als we wel rekening houden met elkaar. En een balans vinden. Ja, ik vind het echt een gemiste kans, man. Als we het niet uitwerken over het onderwerp. Niemand is perfect, maar jij. Dit is een ander liedje voor mij. Het is een andere insteek. Kijk, Ali is natuurlijk een alfa mannetje en ik ben rustig, maar in de studio ben ik ook wel echt een alfa, zeg maar. Want als ik muziek maak, dan doe ik gewoon wat ik denk. Het gaat zozeer niet eens per se om wat ik zeg, het gaat meer om dat het gewoon een lekkere melodie is die mensen... Die heb je, horen. Ja, maar dat is, homie. Dat is belangrijk. Nee, dat is belangrijk, maar dat geeft je nog niet het recht om te zeggen, oh, dan is de inhoud niet. Fuck it, je bent een koning in de melodie. Ja? Je bent een baas in de melodie, maar omdat je goed bent in het één, toch? Dat betekent niet dat als je goed bent in iets, dat je niet het andere aan hoeft te werken, toch? Ja, tuurlijk, ja, dat is ook zo, maar ja, ik weet niet, ik geloof heilig van overtuigd dat als ik dit aan iedereen laat horen, dat iedereen gewoon fucking jong is met fuck die shit. Ja, maar iedereen. Ja, maar het draait om iedereen, het draait om 5 miljoen views, het draait om hits. Wij gaan over iedereen heen, fuck iedereen. Wat is iedereen? Wat is iedereen? Fuck iedereen, iedereen is nep. We gaan toch niet naar iedereen, iedereen gaat het nep. Is dat onze voldoening, dat iedereen het goed vindt? Je hebt toch ook je eigen standaard? Ja, je bent toch zelf toch uitmuntend zijn? Ik sta er sick achter. Ik sta het zwaar achter dit. Ja, en, tegelijkertijd heb je zelf ook erkend dat je het ook wel, tof zou vinden als je ook een ontwikkeling zou doormaken in kleine schrijven.
Want we hebben uiteindelijk dus wel een oplossing gevonden waar iedereen zich in kon vinden. En voor mijn gevoel is het juist een verrijking als we elkaar verschillen waarderen. Hey, wat ik tof zou vinden is, we maken dit af gewoon zoals jij en dan geven we het een kans, eerlijk is eerlijk, om het misschien dezelfde zanglijn en dan kijken of je dan inhoudelijk, weet je, en dat we dan kiezen. Ja, oké, daar sta ik wel achter. Zij zijn jaloers op haar, omdat ze maar een kwartiertje voor de spiegel staat. Ik kijk met een ongelooflijk dankbaar gevoel terug op deze dagen. We hebben wel een serieus probleem, want als ik iets leuk vind, dan kan ik niet echt genieten met mate. Snap je? Ik ga gelijk hem. Daar kijken we echt positief op terug. Ik heb ook weer dingen geleerd en dingen die ik mee kan nemen. Ali heeft een paar dingen op me gespit waar ik weer thuis in mijn hoofd over kan nadenken in bed. Een soort van huiswerk is dat voor mij en dat ga ik dan gewoon weer toepassen. Ja, ik kijk er positief op terug. Overal waar ik kom en waar ik iets leer, ben ik echt fucking blij mee. Want ik weet dat ik het ga meenemen voor de rest van mijn leven. Ja, leuke mensen leren kennen en gewoon een leuke tijd gehad. Bij mij zijn, maar je wilt vrij zijn, vrij om te gaan en staan. En ik ben bang dat wat ik verlang van jou nooit wordt waargemaakt. Dit zijn terminator moves, niet te stoppen als Lionel. Doe mijn ding dan door Duracell. Ik ben mijn Jack Chirac, madame, je m'appelle. Entouchable, heb je geen money dan Mino Abla.